Hoi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Het is donderdag en ik dacht ik begin vandaag alvast met vloggen. Want waarom ook niet? Vandaag komen de kasten binnen voor Niels' kamer. En het leek me wel leuk om dat proces ook een beetje mee te nemen in de vlog. En ik heb een leuke nieuwe dingetjes uit Amerika binnen. En ik zie er nog steeds uit als een paar vlodder. Dan weten we dat ook maar meteen. Dat gaat de komende tijd nog zo zijn. Hou er maar rekening mee. Ik heb nu een shirt van Sven aan. En ik heb een vlek erop. Dat is ook wel heel sexy. Goed. Anyhow, ik ga even laten zien waar die kasten komen. In de vorige vlog zag je al dat we dit helemaal hebben gedaan. Super blij mee. En hier staat nu nog de commode. Deze gaat Sven vanavond verplaatsen naar de babykamer. En dan komen hier de nieuwe kasten te staan. Twee hoge Stuva Frilits of zoiets. En dan hier nog één lagere. En ik heb bij de babykamer heb ik ook al een beetje de girly vibe toegevoegd. Met een beetje roze en daar de prinses. Dit zijn dingetjes die we tot nu toe hebben gekregen. Ik vond het wel leuk om dat even neer te zetten. Ik heb ook al wat lakentjes besteld en dekentjes. Bij Mameloes Babyshop. Deze met een leuk grafisch printje. En die heb ik ook in het roze. En dan heb ik deze heb ik dan twee keer. Deze heb ik zowel in wieglaken als in ledikantlaken. Die grijze is ledikant. En dan heb ik hier nog een andere. Deze heet dan geloof ik origami. Nog een andere wieglaken. Ik heb natuurlijk ook nog wat van Niels. Maar de mannelijke kleuren gaan dan weg. En de mintgroene en zo kunnen natuurlijk gewoon wel blijven. En dan heb ik deze. Dat vond ik wel heel leuk. Ook zowel voor het ledikant als voor de wieg. Deze is dus tweezijdig. Dus aan de ene kant grijs en aan de andere kant roze. Nou, dat vond ik dus perfect. En die heb ik dus ook voor het wiegje. Dus dat. En ik kon weer een bestelling in Amerika doen. En toen dacht ik, als ik in ieder geval maar tart kan krijgen. Want dat kan ik hier niet krijgen. En Hourglass is ook lastig hier. Dus die heb ik besteld. Ga ik even laten zien. Twee van Hourglass. Één van It Cosmetics en een tart. Ik vind Hourglass echt fantastisch. En ik heb nu een blush besteld. Dit is Ambient Lightning Blush. Oeh, oh, niet ten sloop. Maar dan de rijstverpakking. En dit is de kleur Luminous Flush. Super mooi. En dit is gewoon mijn Ambient Lighting Powder in Dim Light. Die heb ik al. En die vind ik gewoon heel fijn. Dan was ik hier heel benieuwd. Ik hoor hier hele goede verhalen over. Dit is een CC cream. Maar volgens mij wel vrij dekkend. Met factor 50. Dus ik ben heel benieuwd. Ik heb de kleur Light genomen. Hoop van zegen. En dan heb ik heb natuurlijk een Tartlet Tease palet. En die vind ik heel leuk. Dus ik heb nu de Flirt ook besteld. Want die vind ik gewoon heel handig ook om mee op reis te nemen. Ik zal hem even openmaken. Dit is een Tartlet Flirt palet van Tarte. Nou, het is zo'n magneetje. Probeer maar eens open te krijgen. Kijk eens wat een mooie kleuren. Love it. Ik dacht dit is ook wel eens leuk. Gewoon iets warmere kleurtjes. Dus deze. De heren zijn op 5 mei... samen naar Zwolle, want een vriend van Sven is altijd op 5 mei jarig. En die gaan naar het bevrijdingsfestival, maar ik kan dat natuurlijk totaal niet. Het is moment, want ik kan gewoon niet zo lang staan, mag niet zo lang staan, lopen en doen. Dus ik blijf hier en dan ga ik die kasten, Sven gaat ze bouwen, tenminste ik ga wel helpen. Denk ik, hij zegt wel heel stoer dat hij dat gaat doen, maar ik ga natuurlijk wel helpen. Die kasten, als die gebouwd zijn, en dan ga ik ze gewoon lekker inrichten dit weekend. Nou, de bestelling is binnen. Ik heb toch al heel even gespiekt, kon het niet laten, naar de kleur. Ik zal er verder braaf van afblijven, maar wij dachten dus op de foto's te zien dat het de kleur was die hetzelfde als het tentje. Maar het is toch wat blauwer. Ik denk dat het wel leuk is, maar jammer dat het niet precies het tentje is. Ik legde mijn telefoon in de lader. Heel veel werktelefoontjes vandaag. Maar ik legde mijn telefoon in de lader en toen zag ik dit op de fles wijn staan. New look coming soon. Nou, ik kan niet wachten, jongens. Echt waar. Puntje op mijn stoel. Ik moest er wel om lachen. Uiteraard heb ik dat niet gedronken, dat begrijp je. Ik ga weer verder aan het werk. Maar Sven die appte net dat het super druk is bij me. Hoe het hier gaat. En
Ik zei, mijn handen jeuken. Ik wil die dingen bouwen. Maar goed, ik ga braaf verder werken. Vanavond met Sven mag ik misschien een beetje helpen. Wij zijn net terug van de verloskundige. En alles gaat nog goed in de massive belly. Dus dat is heel fijn. Ze zei ook van, ja, weet je, als je ligt heb je gewoon eigenlijk een hele normale buik. Maar ja, omdat alles gewoon bij mij mega naar voren is, ja, dan lijkt het immens. En we waren nog een klein beetje aan het twijfelen over zwangerschapssuiker. Maar ze zei, ja, eigenlijk is de groei gewoon super gemiddeld. Nou ja, het vruchtwater hebben ze laatst al gemeten, dus dat was ook prima. Dus ze gaat ervan uit dat ik het niet heb. Ze zei, omdat ik wel veel dorst heb. Maar ik zeg, ja, ik heb altijd veel dorst. Dus ik wist ook niet dat dat een teken was. Maar ik heb altijd veel dorst. Dat komt door mijn astma-medicijnen. Dus, nou ja, alles was weer goed. Niels mocht de apparatuur bedienen. Echt super schattig. Deed heel leuk. En nu ga ik weer mijn comfortabele kleren aantrekken. Fietsen. Goedemorgen, het is vrijdag. En ik ga me vandaag opmaken met, nou ja, ik doe altijd met het Hourglass poeder. Maar nu ook met de Hourglass blush. En ik ga het Tartlet flirtpalet gebruiken. Ik ga niet al te veel gebruiken, want het is gewoon een normale vrijdag. Dan zal ik ze even, als het goed is, even koffie drinken met mijn beste vriendinnetje en haar kindje. En met Niels. Ja. En vanmiddag komt oma. We kunnen beginnen aan de dag. Ik heb er heel slecht geslapen. Ik heb heel veel last van mijn buik. Maar ik heb wel honger. Dus ik eet maar wel gewoon. Dus. Is het lekker? Zo, en het hoofd zit er weer op. Ik vind het wel mooi. Ja. Je kunt het waarschijnlijk nu niet heel goed zien. Maar de blush is echt fantastisch. En ja, ik ben gek op Tarte oogschaduw. Dus. We gaan even naar de winkel. En dit is mijn outfit. Een shirtje van H&M. Niet zwangerschapsding. Hemdje van Pieces. Broek van H&M. Het ziet er zo een beetje gek uit. Ja, ik kom eraan. En dit is een oversized spijkerjasje. Dus, let's go. We lopen lekker in de zon. Tenminste, Niels zit op zijn fiets. Ik denk dat zijn zadel omhoog moet. Want het gaat niet meer zo, denk ik. Komen er auto's aan? Fietsers? Ja. Dan moeten we nog even wachten. Ja, in de verte. Nee, deze kan wel. Kom maar. Wij zitten lekker op het terras. Cheers! Nu is we graag mijn jas aan. Nee, hoef je nu niet meer aan. Ik heb een bestelling binnen van de Xenos. Met daarin dit kussen. We gaan namelijk van die soort driehoekjes op het roze en gouden driehoekjes op het behang doen. Of op de muur doen als ze. Muurstickers. En deze heeft dus die roze driehoekjes en dan een goud randje. Dus dat vond ik wel leuk. En ik heb een slag kleerhangers. Ik was heel lang op zoek naar leuke kleerhangers. Ik had hele fijne van de Big Bazaar, maar die hebben ze blijkbaar niet meer. En toen zag ik deze bij de Xenos. Nou, die vind ik eigenlijk ook wel leuk. Daar heb ik gewoon heel veel van besteld. En dan nog een paar fotolijsten. Gewoon wit met, maar die kan je nu niet zien. Wit met niks. En ik had nog een slag luiers besteld, maar die heb ik alweer opgeruimd. En ik ben net lekker met mama en Niels buiten geweest. En nu zit ik weer in mijn
Henny Huis pak. En ik ben weer de helft van de dingen vergeten. Dus nog even naar de winkel toe. Voor wat ingrediënten voor het eten van vanavond. Echt mijn hoofd. En ik heb vanmorgen ook nog wat gekocht. Zal ik nog even laten zien. Voor Niels een paar van die halfhoge sokjes. En ditte. Ik heb namelijk luierbroekjes gekocht. Omdat ik heel benieuwd ben. Want hij gaat wel vaak tegelijk met mij plassen op het potje. Maar dan ben ik te lui om al die zooi uit te gaan doen. Luier en dan zijn rompertje en alles. Dat is veel te doen. Dus ik dacht, dan doe ik luierbroekjes. Die waren nu in de aanbieding. Ik denk, bestel ik een keer luierbroekjes. Kijken of dat werkt. En dan krijgt hij dus een hemd aan met een boxershortje. Dus ik ben heel benieuwd. En was toevallig bij de Vibra. Deze wilde ik eigenlijk in het grijs, maar die was niet in zijn maat. Dus dan. En dan nog een hemd. Nou ja, we gaan het een keer proberen. Dus ik ben benieuwd. En we eten vanavond quiche. Lekker, lekker. Dat is hier druk gebouwd. En hier zie je al een deel al staan. Niels heeft het al ingericht. Ik ben nu al die dingen eraf aan het halen. En het jammer is dat ik nu ineens die gele vlekken zie. Die hadden we natuurlijk nog niet gezien. En deze steekt net buiten de kastenrand. Dus dat is jammer. Maar goed, ja. Daar denken we wel even over na. En dan hebben we hier ineens de commode staan. Ja, dit is nu nog met nieuwste spullen en zo, maar ja. Nou, hier nog even de luier aan me neerzetten zo. Het wordt wel wat. Dit is de situatie nu, heel veel laden. De ladenbouwer. En de deurtjes zijn af. Alles moet erin morgen nog in elkaar gezet worden. Tenminste in de kasten die we net al hebben neergezet. Dus. Dit is een deel van de kast, dus hier staan nu niet helemaal. Ik zeg het hier nu nog deuren in doen. Dan doe ik straks de rest van de plankjes en de roedes. En dan dit komt morgen wel, dat heeft geen haast. Ik ga toch eerst dit vullen met kleding en zo. Nou, mijn mannen zijn vertrokken. Ze zagen echt. Oeh, ik heb een mooie neus. Ze zagen er echt mega schattig uit. Allebei een rugzakje op. Ze gaan nu met de bus en de trein. En nou goed, want mijn ouders hebben de auto. Dit is stappen zoveel. Dus onderin hebben we drie laden. Dan hebben we hier twee hoge kasten. Hier komen ook nog twee keer dezelfde deurtje en nog planken erachter. Maar ik zei tegen Sven, ga maar gewoon. Dan bedoel ik, ga nu toch eerst dit inrichten. Hier zit nu een draadmand in. Officieel is het volgens mij dat hier dan nog een plank komt en dan hier een roede. Maar ik dacht, misschien doe ik hier twee roedes en dan in deze kast de planken. Dus dat ga ik eventjes over nadenken. Maar ik ga heel even een klein beetje. Ik ga eerst even weer een jumpboek aan doen. Ik was eigenlijk even naar de winkel met Niels. Maar ik ga eerst even een klein beetje die dozen allemaal aan de kant leggen. Want ik word hier heel onrustig van. Een beetje zooi opruimen en dan ga ik aan de slag. Muziekje erbij. Woep woep. Oké, wat ik aanvankelijk had bedacht was dus twee keer een rails, maar dat red ik niet qua ruimte. Ja, of die la moet er, of deze moet eruit, maar dat ga ik ook maar niet doen. Dus ik denk dat ik dan toch maar het originele ontwerp doe. Dus dan doe ik hier nog een plank op deze hoogte, dus met een klein vakje. En dan daaronder de, zal ik dan de plank wat hoger doen. Maar goed, in ieder geval ga ik dus nu in deze kast en in die kast een roede doen. Want dit past niet. Want als ik heb geteld, maar dan zou die dus hier nog een keer hangen. En dan hangt die zeg maar nu al bijna in de bak. Volgens mij hing die zelfs al in de bak. Zo. Dus dat is niet zo erg charmant. En daarbij worden zijn kleren natuurlijk alleen maar groter. Wordt net aangebeld en ik heb een pakketje van gasonderjevoeten.nl. en ik weet wat erin zit, maar het zijn wel muurstukjes, maar ik dacht ik ga met jullie kijken. Oh, hier zijn ze. Kijk, hier heb ik ook deze mooie poster van Lily Pinzo. Ik hoop dat die dus in het lijstje past wat ik heb gekocht. En dit zijn dus de stickers. Die gaan we dus even openmaken, want ik kan niet wachten. Dit zijn ze. De gouden driehoekjes en de roze. En vooral gaat het me nu even om deze. Want, kijk, en dit past hier natuurlijk heel mooi bij. En die gouden ook. En dan staan ze hierbij. Ja! Yes! Kijk, dit is altijd fijn.
Nou, en het idee is dat ik die dus een beetje hier boven de commode ga hangen om het een beetje op te leuken. Maar dat ga ik nu niet doen, dat ga ik later doen. En inmiddels zijn de kasten bijna helemaal af. Ja, dit gaat Sven dus morgen doen. Dus ik heb hier nog extra planken liggen. En dan heb ik ze ook uiteindelijk toch zo ingericht. Dus een plankje boven, dan een roede. En dan komt hier nog een plank, maar daar moet Sven even die deur voor eruit halen. Maar ja, ik kan niet en die deur vasthouden en die schroeven en ik weet het al niet. Dus ik dacht, dat mag Sven lekker doen. Dan kan ik hem vasthouden en dan kan daarna die plank erin. Want anders krijgt die plank er niet tussen gekanteld. Heel onhandig. Maar hier komt dus ook nog een plank. Ik heb om 3 uur bij de schoonheidsspecialist afgesproken. Want ja, deze moeten, het ziet er misschien nog op camera nog leuk uit, maar het is verschrikkelijk. Die ga ik even laten doen. Mijn wenkbrauwen epileren en verven. En mijn wimpers verven. Want ik had bedacht dat ik dan nu zit ik nou ja, ongeveer 10, nou, zeg maar 9 weken voor mijn uitgerekende datum. Dus dan kan ik het nog 1 keertje doen in mijn verlof. En dan ben ik good to go. Maar als ik het nu tot mijn verlof moet rekken, dat wordt helemaal niks. Daar moet ik om 3 uur zijn. Dus ik ben nog even in twijfel of ik nu of 2 nog even terras ga zitten. Of dat ik gewoon daarna ga met een groot zonnebril op. Dat niemand mijn feest ziet. Ik zit lekker een ijsje te eten. Aan het water. Bootjes kijken. Zo, daar zit ik. Ik ben weer thuis. Als je ziet zijn mijn wimpers en mijn wenkbrauwen geverfd. Ja, dan heb ik altijd een beetje allemaal zwart omheen. Want mijn... Ze smeren het dan helemaal vol met vaseline, maar ondanks dat slurpt mijn huid op. Maar goed, ik ben er verder heel blij mee. Daarna heb ik mezelf getrakteerd op een ijsje en daarna nog op een alcoholvrij biertje. En heb ik even een beetje van de How to Talk to Kids gelezen. Ik heb besloten dat ik lekker in bad ga. Ik heb er ineens enorm behoefte aan te missen. Ik merk dat mijn lijf er enorm behoefte aan heeft. En mijn accu was leeg van mijn laptop en ik dacht, weet je, ik zet hem even aan de lading. Dan kan ik ook werken tijdens de lading. Maar ik dacht, ik zet hem even aan de lading, ga ik even in bad. En dan ga ik weer verder werken. Dus, maar, ik heb een Lush bruisbal gebruikt. Maar check even mijn fantastische... Dit is Insta Stories. Check de timing van die lama en die bal. Goed, ik werd er heel blij van. Goedemorgen, het is zondag en ik heb zomaar best wel oké geslapen. Ik ben wel een paar keer gewakker geworden. En ze was een beetje vergeten, denk ik, met drank. Om mij nog even een appje te sturen dat hij thuis was. Want dat vind ik namelijk altijd wel een geruststellende gedachte met toch een soort moeken. Maar goed, dat zal ongetwijfeld gelukt zijn. We hebben elkaar nog wel even gesproken gisteravond. Dat was echt fantastisch. En ze draaide, hij zei, ja, en dat was ook helemaal voor jou geweest. Ze draaide echt allemaal van die foute muziek waar ik echt gek op ben. En, maar ook gewoon die jeugd tegenwoordig, wat ik ook heel erg leuk vind. Dus hij zei, ja, het is zo leuk, gewoon ik zei, volgend jaar gaan we gewoon samen, droppen we de kids en dan. Maar, nou ja, goed. Ik heb dus best wel aardig geslapen, gelukkig. Niet super lang, maar wel prima. Wij zijn net aangekomen in de Soesterduin. Echt nog nooit geweest hier. En nu moeten we ergens 100 meter omhoog lopen en dan zijn we als het goed is bij de party place. Ik ben heel benieuwd. Nou, nu is het helemaal met de hondjes. Er zitten alle hondjes te aaien. We hebben nog nooit zoveel hondjes op een verjaardag gezien. En Moppie? Heb je de hondjes, hè? Ja, we hebben ze ook bij de riem zitten. Oh, hij is lekker hoor. Nou, dat is niet zo'n leuk dekentje. Hij is toch lekker. Stitch heeft hem toch met We staan inmiddels weer bij de auto. Ik heb niet heel veel gefilmd. Alles uitgeklopt, soort van. En nu gaan we naar huis en gewoon graag nu zonder de douche, want die was echt humorzand. Zo, wij zijn weer thuis. We gaan meteen eventjes onder de douche, want
overal zat de zand en de zonnebrand. En het, nou, het lijkt alsof de airco het niet deed in de auto. Maar het kan ook zijn dat mijn ouders gisteren iets ergens aan hebben gezeten. Het sluit me niet uit. Ik ga ze zo even bellen of bij hen op de heenweg de airco het wel deed. En ik heb eventjes snel afgespoeld. Maar nou, Niels en Sven die moesten natuurlijk ook. En we wilden niet dat Niels eerst, want die had echt nou, zijn hele haar. Hij had ook helemaal, hij had best wel veel haar. Dus er zat allemaal zand in. Dus ik zei oké, ik spoel heel snel af. En dan kan Niels gewoon in de douche blijven zitten. En dan kan hij met Sven even goed. Want ik kan nu niet op de grond gaan zitten met hem en zo. Dus ik dacht, nou dan haal ik mijn make-up er nog niet af. Ik heb wel van mijn gezicht afgeklopt, zeg maar. Mijn make-up haal ik dan straks wel even af. Maar verder ben ik weer lekker schoon. Ha, nou, dat is wel heel, heel leuk. Het is echt heel schattig om te zien hoe Niels met die hondjes ook is. En echt mega cute. Ik ben trouwens heel benieuwd. We willen Niels van Den Speen af hebben. Maar we wilden wel eerst even die kamer en zo gedaan. En weet je, we hadden natuurlijk eerst de vakantie. En iemand zei van, nee, je moet echt niet voor de vakantie. Want het is heel handig om met vliegen en zo. Dat ze dat gewoon nog kunnen gebruiken. Toen dacht ik, ja, daarna zit natuurlijk vol in die verbouwing nog. Dus ja, dan wil je hem ook niet nog meer onrust geven. Want ik merk het gewoon wel aan dat hij het... Hij vindt het allemaal prima en hij, weet je wel, maar het is gewoon wel allemaal spannend voor hem. Dus ik dacht, als dit een beetje achter de rug is, zo over een week of twee of zo, dan wil ik er eigenlijk mee beginnen. Dat het in ieder geval voordat de baby er is, klaar is. Maar als jullie tips hebben, hoe jullie dat hebben gedaan. Ik denk wel dat we meteen cold turkey gaan. Omdat ik het idee heb dat dat bij hem het beste werkt. Maar goed, dat betekent wel even doorbikkelen. Maar hebben jullie nou ja, daar iets tegen? Hebben jullie zeg maar, bijvoorbeeld meteen de volgende dag een cadeautje neergelegd? Of juist zeg maar, de eerste nacht zonder huilen? Of hebben jullie het niet met cadeautjes gaan? Maar anders hebben jullie de speen op de post gedaan? Of met naar de baby? Maar dat vind ik dan ook weer lastig. Omdat ik niet wil dat hij denkt dat de baby het afpakt. Zeg maar, omdat het natuurlijk nu voor hem een wezenlijk idee is, een baby. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar jullie ervaringen. Let me know. We eten vanavond kaas van nu. Het is niet echt waar je naar op wacht dit weer. Maar het was de bedoeling dat we dat vorige week aten. Maar toen had ik de kaas van nu vergeten te bestellen. En het is natuurlijk een van de laatste keer dat ik kaas van nu kan eten. Dus Niels vond dat ook heel leuk. Dus dan met allemaal lekkere groenten en zo. En nou goed, anyhow. Dus nu gaan we lekker met 80 graden buiten. Met kaas van nu. Een soort barbecue, maar dan anders. En echt, ik krijg zo snel kleur nu ik zwanger ben. Dat is niet normaal. Nu ga ik eventjes al die zandspullen opruimen. Blote arm, korte mouwen. Goed. Ja, wij gaan lekker kaas proberen. Ja, Niels is al klaar voor. Goedemorgen, het is maandag en ik bedacht me dat ik helemaal niet heb afgesloten gisteren. Ik weet ook niet meer wat mijn laatste shot was en mijn batterij is bijna leeg, dus we kunnen het niet even niet terugkijken. Maar, nou, een hoop gedaan dit weekend. Oh, misschien was mijn laatste shot was kaas van de uur, denk ik. Nou, daarna is Niels heerlijk naar bed gegaan. En die is aan het uitslapen, want het is nu 6:15. Normaal is hij om 6:50 wakker. En nou, dat geeft aan dat hij wel moe was van gisteren. Want hij had niet zo heel goed geslapen. Maar nou ja, het was een heerlijk weekendje met een hoop geklus. Maar ook wel een beetje genieten van de zon. Volgend weekend neem ik jullie weer mee. Ik denk al vanaf Hemelvaartsdag. Dan gaan we naar het Bier en Appelsap Festival. Dat is een festival speciaal voor ouders met kinderen. Dus er zijn allemaal leuke dingen voor kinderen, maar ook voor ouders. Dus daar gaan we heen. Ja. Verder weet ik echt niet of we dat weekend gaan doen. Vrijdag moet Sven volgens mij gewoon werken, maar ik had ook iets. Weet ik niet meer. Dus die nemen jullie gewoon weer lekker mee. Ik hoop jullie dit weekend zo. Ik hoop jullie deze vlog weer leuk vonden. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie je heel graag volgende week bij een nieuwe video. Doeg!